Het is weer hard werken voor de IVN-vrijwilligers. Want een deel van de knotwilligen in het Nunense buitengebied moet weer gesnoeid worden. De Nunense knotploeg was daarom afgelopen zaterdag weer uitgerukt. Soms moeten ze daarvoor naar plekjes in Nunen waar normaal gesproken bijna nooit iemand komt. Deze keer langs de Dommel aan de rand van Nunen op de grens met Eindhoven en Son. Door de natte bodem langs de Dommel is een tractor nodig om er te komen met de broodnodige ladders en het noodzakelijke gereedschap. Maar dan sta je ook wel op een bijzondere plek. Een plek waar de knotwillig goed gedijt. Omdat de knotwilligen zo vanzelfsprekend zijn in het landschap, sta je er normaal niet bij stil. Maar er staan veel knotwilligen in Nunen. Heel veel. Dat zijn er zo ergens tussen de 2000 en 2500. Precies weet ik het niet. En daarvan hebben wij ongeveer de helft in beheer. Zo, en met hoeveel mensen doe je dat? Nou, wekelijks gaat er een uitnodiging naar 68 adressen. En net zoals vandaag zijn we met 27 mensen. En dat op Sinterklaas zaterdag. Het is een geweldige opkomst. Maar ja, we zitten hier in een prachtige locatie waar je normaal niet komt. En zo aan de oever van de Dommel, waar de knotwillig thuis hoort, daar houden wij ze keurig netjes bij. Het regelmatig knotten van de wilgenbomen is noodzakelijk om de bomen in stand te houden en daardoor het zo karakteristieke landschap te behouden. Als je een willig die eenmaal geknot is niet om de zoveel jaar bijhoudt, dan worden de takken zo zwaar, dan scheurt die open bij de eerste beste storm. Zeker als ze wat ouder zijn. En een oudere boom is juist het karakteristieke element in het landschap. Dus dat willen we behouden. En daarom knotten we ze op tijd. En dat is om de 4 jaar, maar de gemiddelde leeftijd bij de knotters wordt wat ouder. We hebben gelukkig ook wel aanvoer van wat jongere, stevige mannen en vrouwen. Maar dus deze bomen zijn 3 jaar oud en je ziet dat er al takken bij zitten van 10, 12 centimeter dik. En is met een handzaag al behoorlijk werken. De Nunense knotters voeren het onderhoud aan de bomen uit voor verschillende grondeigenaren en doen dat op vrijwillige basis. Wij knotten voor particulieren, voor agrariërs en voor de gemeente, voor Rijkswaterstaat en voor Brabants Landschap. Van Rijkswaterstaat en Brabants Landschap krijgen we een kleine vergoeding per jaar voor de onderhoud aan de bomen. De gemeente mag geen geld geven, zeggen ze. Dat zal dan wel zo zijn. Maar we kunnen elk jaar een aanvraag indienen voor wat materieel. Als je nou geïnteresseerd bent om op zaterdagen actief te zijn in de natuur en mee te helpen met het knotten, dan kan je op de website van IVN Nunen vinden hoe je je kunt aanmelden. Ze kunnen altijd extra handen gebruiken.